Nee, Wouter. Oh my god. Waarom ben je zo vies? Hi, hallo mensen en welkom weer bij een nieuwe Build Battle. Ik heb onwijs veel zin in deze video. Ik hoop jullie ook. Laten wij deze keer weer een XL aflevering maken. Smash dat duimpje omhoog als jij vindt dat ik meer XL aflevering moet maken. Meer video's, langer. Het zou super dope zijn als we de 1000 likes kunnen halen. Zou je mij heel blij mee maken. En vandaag wil ik wel een kat maken. Nee, een L. Oh, een L. Nee, Star Wars. Nee, een lunchbox. Waarom zou ik een lunchbox willen maken? Dat is gewoon raar. Oké, we moeten een kat maken. Oké. Hoe gaan we een kat maken? Laten we eerst gewoon een cat spawnen. Of hoe heet zo'n beest? Oh my god. Hoe heet ze ook weer? Ocelot. We gaan gewoon een ocelot namaken. Dat is zoveel makkelijker dan dat ik helemaal moeilijk ga doen. Yellow. We pakken brown. Brown. Oké. Dus we maken de pootjes. Chak. Hoe maken we eigenlijk de pootjes? Ik denk dat ik het gewoon op één ga maken. Dus dan doe ik zo. 2, 3. Zo. Ik maak hem wel iets hoger, denk ik. Ja. Ja, dit is kunst hoor, mensen. Dit is kunst hoor. Hoor. Oké, cool. Zo. Ik ga straks nog, zeg maar, die extra spikkels en zo toevoegen. Ik ga daar nu nog niet mijn tijd aan... verdoen. Want dat kost gewoon onwijs veel tijd. Zo. Hey. Easy. En dan nu moeten we gewoon deze iets hoger maken. Ik denk zo. Ik weet het eigenlijk niet echt heel goed. Of is dit een te groot hoofd? Het is zo balen dat ik nog steeds niet weet hoe die banners werken. Ik denk dat ik dan nog één... ding er bovenop moet doen, of niet? Ja, ik denk het wel. Ik doe nog even eentje er bovenop. Zo. Misschien kan ik heel snel even die banners openmaken. Want ik zou wel echt graag willen weten hoe die banners werken. En dan nog een staartje erachter. Chuk. Die doen we een beetje omhoog. Misschien een beetje naar de zijkant. Zo. Dit is nog best cool. En dan doen we hier aan het uiteinde deze. Dan doen we hier ook één deze. Cool. Kijk. Geef het een beetje spikkels. Ja. Natuurlijk moet hier ook nog een spikkel. Nee, Wouter. Oh my god. Waarom ben je zo vies? Ah, ik kan er gewoon niet naar kijken. It's just too nasty. Dat heb ik me niet in het gezicht. Want anders kunnen we het gezicht niet mooi maken. Oh, Wout, je bent zo kinderachtig. Oké, dit is best cool eigenlijk. Dit ziet er best cool uit. Oké, snel. We hebben 2 minuten de tijd. Hoe werken die banners? Banner. Ik wilde dan boomwiel doen of zoiets. En dan deze. Half horizontal. Hoe werkt het nou? Slash banner of zoiets moest ik doen? Oh. Ik heb geen rank ervoor. Oh, wacht even, daar stond het. Slash get banner. Oké. Or use the plot menu. Hold an existing banner to import the banner creator. Oké, dus we moeten eerst een banner. Ik heb hier een banner. Slash get banner. Zo. An eternal error. Error? Nee. Geen error. Daar heb ik even helemaal geen tijd voor. Jeetje. Slash get banner. Ah, visit the banner creator. Dat is weer iets heel anders. Oh my god. Oké, nou, een error. Really? Oké, we moeten het gewoon maar zelf doen. Hoe gaan we dan die ogen maken? Want dat is nog wel moeilijk. Dit is wel een hele rare... een heel raar iets. Nee. Slash get banner, misschien zo dan? Nee, ook niet. Oké. Ik weet het nog steeds niet. Misschien moet ik straks toch maar even die banner creator gaan checken.
ogen zijn zo moeilijk. Ik ga in ieder geval even een jungle maken. Slap biome jungle. Dus dan doen we nog even dirt overal. Even kijken. Pakken dirt. Dirt. Nee, grass. Oh nee, grass. Grass, ja. Deze, ja. Bone meal, ja. Sapling voor de jungle. Jungle sapling. Waar is de jungle sapling? Oké, ja. Even snel deze weghalen, anders weten mensen het. Nee, waarom kan ik er niet bij? Oké, laat maar, dit gaat helemaal fout. Ah! Oké, nou ja, het is een soort van gelukt. Oh, deze is ook wel cool. Ja, kijk, die ogen, die moet je gewoon met banners doen. Maar misschien heb ik een hogere rank nodig of zo. Maar ja, ik heb YouTuber rank, dus ik hoop dat ik het wel kan. Cat! Miauw, 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 miauw. Het is een cat. Het is een cat. Het is een cat. Je heft hem wel. Het is dus mogelijk. En er is iemand zonder rank, dus ik moet het ook zonder kunnen. Die snorharen. Fantastisch. Ik vind het helemaal mooi. Oh, 2. Oh, deze is wel leuk. Ja, die ogen. Ja, dat is gewoon best goed gemaakt. Ik vind deze solid. Deze is goed. Mooi een eigen vormpie gemaakt. Oh, het is Pikachu. Wow. Nou, die vind ik ook nog best wel leuk eigenlijk. Stel dat het katten er echt zo uit zouden zien. Het zou zo eng zijn. Het leven zou zo eng zijn. Echt. Deze is ook goed gelukt. Ik heb altijd respect als mensen het uit eigen vorm maken. Ik vind dat ik daar mezelf ook wel een beetje in heb teleurgesteld op het moment. Ja, mist een gezicht. Kijk nou niet naar het gezicht, jongens. Oh, meteen allemaal rood. Roofless. Ja, hij is wel leuk. Hij is leuk. En ook kattenbakkies, alles erbij. Ik vind hem best leuk gelukt. Dit is toch wel de beste. Legendary. Nee, sorry. Sorry. Vierkante kat. De vierkante poes, de vierkante kat. Nou, dit is ook niets. Game. Legend. Ja. Dit? Nee. Huh? Ik snap hem niet eens. Ik snap niet eens waar ik naar kijk. Oké. Weet je moet nooit vragen stellen bij Build Battle. Dat is het gewoon niet waard, jongens. Dat is het gewoon niet waard. Waarom zit iedereen hier te slaan? Zijn we hier aan het slaan, jongens? Oh my god, het is zo gezellig. Wow, ik heb echt de beste tijd van mijn leven. Wow, dit is echt fantastisch. Fantastisch, deze muur. Dit is echt de beste muur ever. Nee, oké. Laten wij een slokje koffie nemen voor extra power. Een koe, een dokter, een playground, een waterval of een kip. Het is een kip geworden. Een chicken. Ik ga gewoon weer een chicken neerzetten. Kijken of ik het deze keer wel kan. Want ik heb dus sowieso al niet de... Hoe heet dat? Woehoe, chicken. Ik kan dus al sowieso niet dingen namaken, dus ik... Ik loop een beetje achter. Ik ga denk ik ook quartz gebruiken. Want quartz kan wel erg mooi effectje zijn. We hebben hier dus de pootjes. Die zijn denk ik... Oh, die kunnen van sponge maken. Ziet dat een beetje raar uit. Dat valt eigenlijk nog best wel mee. Zo. En hier ook nog een. En dan gaan we gewoon van wool. We doen gewoon een vierkantje dus erop. Ja, is een vierkantje mooi? Ik denk dat we beter deze kant weg kunnen halen. Zo. En dan zijn dat de vleugeltjes. Zoiets. Zoiets, jongens. Eit. Ziet er eigenlijk nog best goed uit. Misschien moet hij hier wel een beetje naar voren komen. Want het is natuurlijk... meer dan alleen het rompje. Alleen de kipfilet, weet je wel. Het is ook chicken wings.
Alles erbij. Alles erop. Alles eraan. Eraan. Misschien moeten deze nog iets lager. Dat hij echt iets langere vleugels heeft. Zo. En ik ga het trouwens niet letterlijk overnemen. Want dat vind ik niet heel erg leuk. Maar ik ga wel dus een beetje inspiratie halen. Uit het kippetje. Uit het kippetje. Bijvoorbeeld de kont. Ja, die is gewoon plat. Terwijl ik had het denk ik wel een klein staartje gegeven of zo. En dan aan de voorkant zit dus nog de kop. Zo. Boep, boep. En die steekt denk ik nog wel iets meer naar voren uit. Of niet? Oh nee, dat is natuurlijk de snavel. Zo. Zo. We moeten alleen eens zorgen dat we ogen hebben. Wat voor kleur ogen heeft die? Zwart. Dus misschien moeten we maar gewoon... We moeten voor deze keer maar even black wool gebruiken of zo. Of clay. Misschien is clay iets mooier. Ja. Kan ik niet een hoofd gebruiken? Een blok. Een custom skull. Doen we die gewoon zwart. Of krijg je dan weer dat lelijke effect? Daar ben ik een beetje bang voor. Ja, is het beter? Dat vraag ik me af. Nou, dit ziet er in ieder geval nog een beetje uit. Dus dan pakken we nog even yellow erbij. Yellow. En dan maken we nog even het... een beetje orange. Zo. Dan doen we hier nog een beetje red onder. Zo, een beetje rood. Hey, deze is best goed gelukt. Deze is best goed gelukt. Oké, nu moeten we gewoon alleen het rompje even goed afwerken. Dat het een beetje natuurlijk eruit ziet. Hey! Deze is best goed gelukt. Oké, cool. Nu moeten we het doorpakken. Come on, Wout. Jij kan dit. Deze heb je nodig. Jij hebt nodig bone meal. Jij hebt nodig een hekje. Een fence. Misschien eitjes of zo? Oh, 1 minuut over. 1 minuut over. Grassblokjes hier. Dan gaan wij deze even weghalen. Die spawn. Zo. Dan doen we even wat hekjes eromheen. Gewoon een beetje om te creëren. Dus van, hey, hij staat ergens in een... hoe heet het nou? In een weilandje. Zo. Dan gooien we dit eromheen. Chakalakalakalakalaka. I like it. Maar, ja, moeten we die onderkant... Ziet het er mooier uit als we dit doen? Ik denk het wel, hè. Anders denken mensen... Ah, sponge. Ja, dit is helemaal geen sponge. Hij heeft geen sponsbenen. Zo. Dit is best goed gelukt. En we gaan kijken wat mensen ervan vinden. Ja, alleen het gezicht is misschien een beetje... Mwee. Maar voor de rest vind ik hem nog best goed gelukt. Ik vind het best goed gelukt. Ik neem een slokje. Kijk, het is beter. What the heck? Oh, oké. Nee, ik snap hem op zich nog wel redelijk. Maar dirt ogen. Ja, toch. Op de een of andere manier koppel je dat er toch aan. Ja, deze is nog best wel leuk gelukt. Dat als die ogen dirt zijn. Wat vinden jullie? Jongens. Ogen als dirt. Kan dat niet omdat het puur dirt is? Of moet je zeggen, nou, je moet het loszien van alles? Laat even een comment achter. Ik ben heel benieuwd ja, hoe jullie daarop mensen afstraffen of niet. Want ik vind dirt... Het is geen dirt, maar aan de andere kant... Wat ik gebruik, klei... Ja, dat is natuurlijk ook gewoon... maar klei, dat komt meer in de buurt van een echte kleur. Ik weet het niet. Ik vind het moeilijk. Maar ik vind dirt, vind ik, dat kan je niet voor ogen gebruiken. Laat eens even achter. Ik ben wel heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ga ondertussen gewoon verder. Hier, want hier bij deze gold blocks vind ik het niet erg. Want ik begrijp, ja, dit is gewoon gold. Maar met zijn poten staan trouwens wel verkeerd om. Dan zeg ik, what? Dat is wel echt een beetje raar. Poepie. Hey, deze is cool. Wow. Ja, ik zie groentjes.
Wat? Is dat zijn tong of zo? Dat is echt een rare kip, man. Oh, deze heeft dus die sponsvoeten gedaan. Ja, ik kan dat toch niet echt... Oh my god, de sponsogen! Nee! Oh, ik geef dat nog een oké. Okay. Leg de gouden eieren. De kip met de gouden eieren. Hier vind ik dus ook dat de klei, denk ik dat het is. Het staat best goed. Het staat gewoon best goed. Maar hier, ja. Ja. Weet je, we geven het oké voor het proberen. Oh, ik ben derde. Lekker. Kijk, we klimmen gewoon onze weg omhoog. Deze match hierna gaan we gewoon eerste worden. We gaan het gewoon doen. Let's freaking do it. Zo, ik moet even GG zeggen. Hupsakee, karma. Karma. Nu gaan we eerste worden. We gaan het nu gewoon doen. Let's freaking do it. Do it. Do it. Oké. Een gaming console, die is wel cool. Een banaan, een beer, een truck of een ferry. Ik zou een truck ook nog wel leuk vinden. Nee, ja, een gaming console misschien het allerleukst. Maar die is moeilijk, hè? Die is moeilijk. Om echt, zeg maar, dingen uit de echte wereld na te maken. Oké, gaming console, wat maken we na? Ja, iedereen kent de PlayStation, dus we gaan gewoon voor een PlayStation. Hebben we iets van zwarte slabs? Nee. Hebben we iets van stairs die zwart zijn? Nee, ja, netherbricks komt een beetje in de buurt. Oké. Black. Hoe gaan we dit maken? Een console. Jeetje, dit is moeilijk. Dit is moeilijk. Of maken we gewoon een Xbox. Dat is denk ik wel het makkelijkste, hè? Ja, PS4. Hoe ga je zoiets maken? Dat is zo onwijs moeilijk. We moeten denk ik sowieso een controller erbij maken. Ik zit nu even te denken en ik denk dat dat wel een hele slimme toevoeging is. Dus dan maken we hier gewoon een white cord. White. Zo. Koord die dan loopt naar de... Naar de controller toe. Dus dan leggen we hier de controller. Die doen we dan met grijs of zo. Gray. Ja, gray wool. Dan pakken we hem zo. Boep. Zo. En dan maken we in ieder geval even een controller. Dat mensen begrijpen van... Oh, hey, kijk, dat is dat. Dus dan maken we hier een button. Een groene green. En een red button. Zo. Eigenlijk om het heel simpel te houden. Oh, shit. Ik heb... Oké, doen we nog wel een oranje erbij. Of nee, die kunnen we beter erop doen natuurlijk. Ja, wacht even. Die doen we er wel op. Dus dan moeten we even wat heads pakken. Even kijken. Head. Ik ga denk ik toch maar een Xbox maken. Dat is een stuk makkelijker. In deze korte tijd. We pakken gewoon kleur. En dan pakken we oranje. We pakken... Het zijn nog meer een beetje kleuren. Groen pakken we. Pakken rood. En pakken blauw. Weet ik veel. Zo. Oh, we moeten wel recht staan natuurlijk. Zo. Ik wil denk ik voornamelijk dus op mijn controller gaan scoren. En hier een... Ja, hoe maak je hier iets? Een fence? Of zoiets? Ik weet het echt niet. Nee, dit lijkt niet echt op iets, hè? Dat is een beetje het nadeel aan wat ik heb gedaan nu. Shizzle. Hoe gaan we dit oplossen? Gaan we ook gewoon hier de kleuren neerzetten? Nee, dat is echt raar. Oh jeetje, jongens. We besteden hier veel te veel tijd aan. Oh, natuurlijk een lever. Maak hier gewoon een lever. Hupsakee. Ik weet het is niet ideaal, maar... We moeten het ermee doen. Want ik moet nog steeds een hele Xbox gaan maken. Zo, ik ga hem gewoon vrij klein maken.
Zo, zo, zo. En gaan we nu dichtmaken. Want die X moet er nog in komen. Zo, 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 zo. Ja, dit is zo moeilijk. Dit is zo moeilijk. Hé, maar ik werk best wel snel. Ik werk best wel snel als een geoliede machine. Ik heb nog 1 minuut. 1 minuut om dit tot een succesvol einde te brengen. Om die eerste plek in de wacht te slepen. Gaat het hem lukken, dames en heren? U ziet het na de reclame. Oké, zo. En dan nu green. Green. Ik pak maar gewoon... Hebben ze niet lime green? Yes! Dat is een veel betere kleur. Waar is het midden? Een Xbox. Het is een soort van Xbox. Is het een soort van Xbox? Ja, redelijk. Redelijk. Moeten we nog iets met de grond doen? Misschien wit? Nee. Laat het wel gewoon zo. Ik had er binnen die tijd niet iets beters van kunnen maken voor mijn gevoel. Maar waarschijnlijk iemand anders wel. Dus ik ben bang dat we niet de eerste plek gaan binnenhalen. Maar weet je, we gaan het zien. We gaan het gewoon zien. Hier, een PS4. Ah, ja. Ja, redelijk. Nog best goed gelukt. Oh, hij zegt ook bij zichzelf. Epic! Oh, zo epic. En hier is een panda aan het spelen. Oh my god, wat cute! Ik geef het gewoon puur een oké voor de panda. Dit is... Wow. Wow, als mijn PlayStation er zo uit zou zien, dan zou ik hem echt even terugbrengen. Ja, zie je wel. Het is moeilijker dan je denkt. Kijk nou naar dit. Dit poepje. Dit is gewoon een poepje. En hier... Ja. Nee, sorry. Nee, ik kan gewoon niet zeggen dat het oké is, want het is niet oké. Oh, deze controller is vet. Ja, ik had het ook met die dingen moeten doen. Ik vind het een oké voor de controller. Jezus, wat is het een massive ding. Wat is het? Het is gewoon een doos. Nou, wel met een rand. Het is een doos met een rand. Allee. Hier hebben we ook nog een vliegende controller. Oké. Interesting. Hey, hey, Xbox, hè? Snap jullie hem? Xbox? Hey, wel stemmen, hè? Jullie zijn gewoon AFK. Jullie kijken niet eens naar mijn creatie. Nou, deze is ook nog best oké. Maar het is geen console. Ja, is het een console? Nee, het is een controller. Dit is ook een controller. Nee, sorry. Sorry, ik kan hier gewoon geen goede rating voor geven, want dit is geen console. We moeten hard zijn in het leven. Kijk, dit is nog eerder een console. Ik weet ook niet waar naar ik kijk. Oh! Oh shit, ik dacht dat ik het was. Ik ben achter. Oké, het mocht niet baten, deze XL-aflevering. Maar ik heb wel onwijs veel lol gehad. En ik hoop jij ook. Ik zou het super erg waarderen als jij dat duimpje omhoog smijst. Vergeet ook niet om te abonneren, want elke dag upload ik nieuwe video's. En dan ben je altijd op de hoogte van mijn nieuwe video's. Ik hoop dat jij een hele fijne ochtend, middag of avond hebt. En tot volgende keer, mensen. Ciao.